Ik heb dus reactie. Stuk voor stuk zijn mijn vragen die ik in het Nederlands stelde in het Engels beantwoord. Let me start by saying I never meant to hurt anyone. As time goes on, I admit my view on what is hurtful has changed. And I have regrets now. I will try to give answers. I hope you appreciate them. Ik vroeg waarom ben je begonnen met het maken van deze video's? Hij zegt, mostly to see if I can. I do not find these videos exciting, since I can spot all the flaws and unnatural looking faces. Vind ik wel typisch, omdat ik kan denken als je wil kijken of je deepfakes zou kunnen maken. Waarom zou je dan een deepfake porno maken? Dan kan je op zich toch ook een leuk filmpje maken van jezelf in een of andere grappige werelddeel of in een of andere grappige positie. Dan hoef je toch niet andere vrouwen of vrouwen in porno settings te zetten.